Hoi, in deze video ga ik je laten zien hoe je van een muistrapje een kaars kan maken. En wel 4 adventskaarsen. Nou, je hebt rood en geel papier nodig voor de vlam. En 2 witte stroken. Die kan je zo op elkaar plakken, alsof het een dak van een huis is. Dus je doet dat zo op de hoek. Weer wat lijm. En dan plak je ze op elkaar. Dan is het geval van een muistrappertje dat je de onderste gaat vouwen. Dus je gaat er helemaal overheen vouwen. Zo. Deze manier. De andere pak je dan en die vouw er dan overheen. De volgende eroverheen. En zo doe je het steeds om en om. En als je het nou leuk vindt, kan je 4 kaarsen maken. Misschien wel verschillende lengten. En dan heb je 4 adventskaarsen. Zo. Okay. Dus we zijn bijna bij de laatste. Deze nog. Die er nou overheen. Dan plakken we hem even vast. Met lijm. Kijk, er zit soms nog een uitstekend randje. Ik ga hem nog even afknippen. Dan pak je een geel papier. En daar teken je een vlam op. En als je dat een beetje moeilijk vindt, dan maakt het helemaal niks uit. Dan vraag je gewoon even iemand om te helpen. En die ga je uitknippen. En een vlam is nooit precies helemaal recht. Het maakt eigenlijk niet uit als je maar een mooie gele vlam voor jezelf hebt gemaakt. Zo. En die gaan we hier zo opplakken. Maar we moeten nog een lontje hebben natuurlijk. Dus pakken we nog een klein wit strookje. Vouwen we even dubbel. Die plak je erop. Dan kan je daar zo de vlam opplakken. En dan gaan we nog een klein rood vlammetje knippen. En eerst tekenen natuurlijk. Aan de kant, aan de zijkant, zodat we nog genoeg papier overhouden. Oh, hij mag wel iets groter, zie je dat? Heel klein. En die kom plakken we dan op het gele vlammetje. En nu hebben we onze eigen kaars gemaakt. Zie je dat? Heel veel succes ermee!